Ja, moeilijk uit te leggen zo. Is conditie. Je hoort er wel eens dingen over in het nieuws, maar dat is dan dat iemand iedereen heeft vermoord of zo. Dat men... Ik weet niet of ze geholpen kunnen worden. Een soort van epileptische aanval. Als ze geholpen kunnen worden, moeten ze natuurlijk geholpen worden. Misschien met 15 miljoen huis. Gewoon een gestoorde gek. Zou het kunnen hebben, ik weet niet zeker, maar bijvoorbeeld hoe snel hij praat en alles. Als ze niet geholpen kunnen worden, dan moet je ze misschien opsluiten of zo. Psychose. Ik ben bang dat als ik eenmaal in de psychiatrie kom... Dat het niet meer goed komt. Dat ik dan alleen maar billen bedreiging, krijg. En dat ik als een zombie door het leven Dat je er altijd last van blijft houden. Ik ben bang dat mijn kind mij iets aandoet. Dat is een heel groot misverstand. Wat maakt dat mensen vaak ook te zeer uit het veld geslagen. Ik denk eigenlijk dat het perspectief van mensen met een psychose... Een student die psychotisch werd. Toch heel wat beter is dan dat we dat geschetst krijgen. Manisch psychotisch. Herstelde en dan weer studeerde. Ik ken bekende kunstenaars. Een advocaat. Hoge ambtenaren. Als je merkt dat mensen hele bijzondere talenten hebben. Hoogleraren. En dat die, ondanks dat ze een psychose hebben gehad, dat ze daar gewoon mee verder kunnen. Artsen. En ons vertellen dat ze eigenlijk een studie hebben af kunnen maken. Die, toen ze jong waren, in de psychiatrie zijn geweest, zijn gediagnosticeerd. Daarna zijn hersteld. En een hele goede baan hebben gevonden. Maar die daar nooit met iemand ooit over zullen praten. Dus ze bestaan niet. PsychoseNet geeft betrouwbare antwoorden over psychose.